kijk naar weer een gloednieuwe vlog. Hier op It's Utrecht, de enige echte. En we zijn met typisch Joost. Joost, waar, in wat voor godvergeten dorp heb je me nou weer afgestuurd? Ja, wat? Ja, ik weet het ook niet. We zitten hier in een of ander godvergeten dorp. Maar we kwamen hier aan, we stonden zo de boel bij elkaar te schilderen. Dat ze vanaf deze flat stonden ze naar beneden te kijken van wat zijn dat voor een stelletje ASO's. Stonden even naar beneden. Ja, gelijk hebben ze. Stonden even een heleboel bij elkaar te schilderen hier. Het stelletje maar leuk. Maar ja, we zijn die jongens. Ik weet even niet meer hoe het heet. Ik ben even de naam kwijt. Maar die godverdomme doodjongen hier ook. Wat een dode tering zo is dat hier. Oh, Bergambacht zijn we. We zitten in Bergambacht. Nou, kan ik de intro even opnieuw doen? Hey, en leuk dat je kijkt. Oh nee, jou wel gehad. Nou, we zijn in Bergambacht, jongens, ja. We zouden nog een stedentripje gaan doen. Oh ja, dat was nooit echt. Maar dat, ja, dat was er nog niet echt. Ja, was er nog niet echt van gekomen. En, Nu hebben we tijd zat. Ja, we hebben nou tijd zat. Eigenlijk mogen we helemaal niet naar buiten, hè? Want hebben we vandaag een telefoonbericht gehad op ons telefoon. Vermijd plaatsen en hou 15 meter afstand. 1,5 meter. Nou, dan loop je veel te dicht op me. Ga weg. Nou, dan moet je doorlopen. Nou, dan loop ik wel door. Maar, hadden we vandaag dus een berichtje gehad. Van hou 1,5 kilometer afstand. Ja. Dus nou, maar wat doen wij? Ja, wij gaan gewoon naar buiten. Gewoon scheid aan. Oh, kijk, leuk, ze hebben hier nog een kinderspeelplaats. Oh, ik wil van de glijbaan. Ja, jammer, dat gaat niet, Joost. Jammer hoor. Heel erg jammer. Oh, kijk, peuterspeel. Oh, het is peuterspeelzaal, klein duimpje. Klein duimpje. Nou, ik ken wel iemand die is anders. Die is ook met zijn klein duimpje vandaag bezig. Is dat die gozer die de groep verlaten heeft? Ja. Nou ja, hij heeft... Niet verlaten, maar uitgeschopt. Ja, hij is niet de groep uitgegaan. We hebben hem gewoon de groep uitgeschopt. Gewoon, letterlijk en figuurlijk. Nou, gezellig jongens. Ontzettend leuk hier hoor. Nou, fantastisch. Ik vind het zo geweldig hier hoor. Half uurtje, kwartiertje. Ja. En dan ben ik het wel weer gauw zat. Mooi logo daar. Ja, het is allemaal Feyenoorders hè, hier hoor. Zit u vlak bij Rotterdam, hè? Bij Rotterdam, hè? Dus, Rotterdam. Maar ja, we zouden nog even een stedentripje doen. Nou, dit is dus Bergambacht. Hierna gaan we ook nog even ergens naartoe. Maar waar we daar naartoe gaan, ja, dat is hier vlakbij. Maar dat ga ik nog niet vertellen, dat zien jullie pas weer in de volgende vlog. Inmiddels loop ik uit met de vlogs. Ik heb er net weer eentje geüpload. En ik loop gewoon al 4, 5, 6... Vlogs loop ik al voor, hè. Dus ik ben goed bezig, jongen. Ik ben goed bezig. Ja, je bent goed bezig, hè. Ik heb een lekker voorsprongetje. Kijk, dat vind ik nou wel weer jammer. Waarom moeten ze nou weer de hele buurt moeten nou weer weten dat ze daar weer hebben vies te leggen doen? Dat snap ik nou nooit, hè. Waarom moeten ze nou elke keer, als er een jongetje of een meisje geboren wordt, waarom moeten ze nou zo'n bord, zo'n ding ophangen? Waarom moet dat nou? Nou, werd gelijk de hele buurt dat ze daar hebben leggen vies doen. Zo, het ruikt. Ik weet niet, maar. Zo, ik krijg me naar brandlucht hier, hoor. Ik weet niet wat dat is. Ik kan ook de open haard wezen, maar. Jeetje, er hangt me hier een brandlucht. Hé, 1,5 meter afstand, corona. Ik ga gauw de andere kant lopen. Want hij loopt weer veel te dicht bovenop me. Dadelijk dan heb hij ineens corona, dan heb ik het ook ineens. Ben ik ineens weer aange. Hoe doe je dat in de auto? Nou, dan ga je maar op het dak zitten. Doe ik het raampje dicht. Mooi, ja. Nou, fantastisch hier, oh, jongens. Nou, ja, het is leuk om een keer gezien te hebben. Maar, ja, we kunnen het nog wel eens een keertje. We zullen het nog wel eens vaker meemaken. Maar het is toch wel eens leuk om eens een keertje ergens anders te wezen. Ik ben natuurlijk al op zoveel plekken ben ik al geweest. En om nou weer een of ander bos of park te nemen, ja, waar je bij God niet weet van hoe of wat. We moeten trouwens wel even kijken waar we moeten lopen, waar we, oh. Politie, afmaken! Politie, afmaken! Staat er weer eentje, staat er weer te schilderen daar zo.
Staat hij weer de boel bij elkaar te grillen hier ook. Dat is zo jammer. Nou, ga jij even geld opnemen? Oké. Okay. Oké, okay, nou, doei. Dus, ja. Het is gewoon even leuk, even het dorp hier, even gezellig. Weet je wel, het is wel leuk om even een stedentripje te doen. Ja, ik heb nou tijd genoeg ervoor. Dus ik heb zoiets van, ja, we gaan nou gewoon lekker een stedentripje doen. En een beetje kijken in de buurt. Ja, elke keer een bos of een park is ook natuurlijk mooi. Maar het is ook wel eens leuk om eens een keertje ergens... een beetje de omgeving te laten zien van mensen hier al in... Wat heb je nou allemaal... Hebt u weer geld opgenomen? Ja, je zegt, ga mijn geld op. Minimaal 5 euro voor mij voor het rijden, hè? Godverdomme, ik ben weer een rip uit mijn lijf kwijt na al dat gerij. Tjonge. Ja, jij wou weg. Oh, ja, dat is ook zo. Ik dacht wel, we blijven spijten, is dat maar. Nee joh, we gaan gewoon lekker weg joh, op Sodomietre. Ja nou, wat moet je nou in Spijkenisse opnemen? Ja, niks. Ja, wat moet je hier, wat moet je hier opnemen? Ja, dat is ook weer een goede vraag. Ja. Wat moet je hier nou weer opnemen? Ja, huizen. Kijk eens, wat mooi. Oh, je hebt hier in Spijkenisse niet. Oh. Staat het schil weer hier? Zou je niet dood gevonden worden? Nee, het is wel lekker rustig lijkt me. Ja, een beetje te... Ja, dat wel. Het is wel lekker rustig. Je hebt in ieder geval niet dat geoude types hoor, wat je in Spijkenisse hebt. Al dat gezeik, al die vervelende figuren allemaal die er wonen. Ja. Dat dan weer wel. Maar ja, om nou te zeggen van... ja, je kent overal gewonen, maar ja, ik heb toch geen nut. Als ik zou... ik heb wel zitten denken om te gaan verhuizen, weet je wel. Maar ja, dan ga je verhuizen, zeg maar. Ja, wat moet je dan denken? Als ik hier ga wonen, moet ik ook weer helemaal overnieuw beginnen. Ja, dat schiet ook niet op. En als ik dan vrienden moet overlaten komen, dan moeten ze gelijk blijven slapen. Want het is hier godverdomme. Jullie hebben allemaal geen rijbewijs. Kijk, als je nou een rijbewijs hebt, zit je binnen een half uurtje hier ook. Ja. Maar ja, als je geen rijbewijs hebt, dan moet je of met openbaar vervoer of met de brommen. Nou, vanaf hier ook, met de brommen denk ik, weet dat? Als je met de brommen vanaf Hellevoet hier naartoe rijdt, of van Spijkenisse al. Het wel 2 uurtjes zoet. Nou, zeker weten ja. Dan ben je zeker weten wel een paar uurtjes zoet. Denk wel een uur of twee. 2, 2,5. Ja. Denk ik wel dat je onderweg bent. Dus, maar het zou wel te doen zijn. Ja. Alleen met mooi weer. Zulk weer zou het eigenlijk wel kunnen, denk ja, ik. Ja, ja. Het is nou wel een lekker zonnetje. Alleen in de... had ik gisteren ook. Gisteren dacht ik bij mij van nou, ik ga lekker even zonnetje als de buiten. Nou, dat moet je niet doen. Ik was ook weer heel erg blij dat ik binnen was. Ja, je zal denken van waarom hebt hij een zonnebril op? Ja, dat is voor de zon. En waarom heb hij er een gekke muts bovenop? Ja, dat komt omdat ik... tadaa, ik ben weer helemaal kaal, hè. Ramon is gisteren even langs geweest. Ja, voor alle mensen die dachten, waar is Ramon nou? Ja, Ramon is er ook even uit geweest. Even een tijdje. Ramon is eigenlijk een beetje de... Ik zat daar gisteren te denken, hè. Ja. Ramon is een beetje de leidvariatie van die andere geschiffelde. Ja. Ramon is een beetje de leidvariatie. Ramon heeft dan nog een beetje enigszins... Heeft hij dan nog een beetje... Ja, heeft hij dan... verschil met Ramon. Ramon kon wel zijn afspraken na. Ja, die wel, ja. Die wel. Maar Ramon... Ja, daarom is Ramon een beetje de... Ramon is een beetje de leidvariatie van die andere debiel. Oh, zei ik dat nou hardop? Ja. Ja, dat zei ik hardop. Nou, ja, echt een heel erg rustig dorpje. De aards... Bergen, dat is een van de bejaarden thuis, of weet ik wat het is. Ja, is toch leuk. Is een keertje weer wat anders dan dingen waar je alles ziet. Ze hebben hier nog ineens winkels. Ja. Bergambacht, ik weet niet al. Ik was nog nooit in Bergambacht geweest. Kijk, hier heb je Vlist. Een Almerstol, groot Almers. Oh, Vlist, daar ben ik ook wel eens een keertje geweest. Vlist, daar ben ik een keer geweest daar zo. Maar ja. Ik denk niet dat dit aan de coronavirus ligt, dat het zo rustig is. Ik denk dat het zo altijd zo.
Ik denk dat het altijd best wel rustig is hier, hoor. Want je ziet echt, ja, je ziet wel mensen. Maar ja, het is echt fucking stil is het, hè? Ja. Hè, Ria? Het is best wel stil, hè? Ja, het is stil. Ja. Nou ja, oh ja, Kevin zou trouwens ook nog meegaan. Maar ja, Kevin die durfde weer niet, hè? Die is bang voor corona. Hij is bang voor, corona. Hoe heet dat, Joost? Kevin is een beetje bang voor corona, hè? Nou, we gaan weer. Hoe lang heb ik eigenlijk gefilmd, jongens? Hoe lang heb ik eigenlijk gefilmd? 10 minuten. Nou, een hele korte vlog dan. Ja, maar ja. Ja, er is hier rol te blijven. Nee. Ik denk, nou, dat is een heel mooi dorpje hier, oh. Nou. Moet nog huis kopen. Ja, koop even een huis. Nou, die vind ik wel mooi. Die vind ik wel mooi. Nou, dat vind ik wel een mooi pandje. Ja, maar dan krijg je mij de helft, hè? Ja, ja, natuurlijk. Anders moet je, ja, anders moet je die kopen. Ja, heb je dat? Nou, fantastisch hoor. Het is echt, wat een armzalig dorp is dat hier, jongens. Nou, eens even kijken wat we nog even een beetje de boel bij elkaar kunnen schilderen. Kunnen we wel eens de boel bij elkaar, hè, Joost? Nee. Zo, dan ruikt het godverdorie weer die lucht. Jezus, voor mij zijn ze niet met dat cremeren hier, hoor. Ja. Ja. Ja, zegt hij. Ja. Ze zijn niet aan het cremeren hier, hoor. Nou, ik weet al wie er op het maal staat. Hij staat met zo'n blok, hij staat met zo'n stel in het handblok. Ja. Pam. Ja, de blokken elk moment naar beneden vallen. Schoolroute. Gas terug. Hey, dat is geen goed woord. Dat is geen goed bord voor Anton, hè, dit. Nee, dit is geen goed bord voor Anton. Het moet, wat moet erop staan? Gas erop, hè? Ja. Gas erop. Nou, gezellig, hè, is het hier, hè, Ria? Is goed, Ria. Het is gezellig hier, hè? Nou, fantastisch. Nou, we hadden net... Oh, hier ook al. Wat? Oh nee, dat moet ik weer uitknippen, jongens. Oh, dat kan ik echt niet zeggen. Zeg, leg het zo wel uit. Oh nee, dat moet ik weer uitknippen, hè. Nou ja, in ieder geval, ja, was wel heel gezellig onderweg. We hebben nog even gezellig, even lekker geouwehoerd, muziekje op gehad. Ja. Zo ook heel raar aangekeken wordt. Hallo, abonneer even op Insult Tracks. Ja, er staan mensen te kijken. Ze denken van, wat staat hij met de camera hier te doen? Kan nog, nou, nee, kan er niet heen. Oh, ik heb het koud, zeg. Nou, ik hoop dat die volgende woonplaats, die volgende plaats een beetje mooier is, want is hier gehoord te blijven, man. Al zijn we dan snel klaar. Nou ja, hebben we wel twee hele korte vlogs, hebben we. Ja, dat dan weer wel. Dat dan weer wel. Nou, hier hebben we die school weer, de, weet ik veel wat, hoe dat heet. School de Joost. Nee, nee, hé, hey, Joost, heb je school? Nee, hoe was jij vroeger op school trouwens? Heel lief. Ja, dat snap ik. Dat kan ik me nou echt helemaal voorstellen. Hè? Dat jij vroeger echt... Was de liefste van de klas. Ja, ja, er zat geen kwaad in bij jou, hè? Nee. Geen duivels tintje aan jou te merken in de klas, hoor. Nee, tuurlijk. Oh, we kunnen daar nog wel naar ontmoetingscentrum. Hé, hey, ze hebben wel een medisch centrum hier, hoor. En we kunnen rechtdoor kunnen we naar de sportveld en naar het zwembad. Ja, maar alles is dicht, dus... Ja, ook al dicht. De schakel. Nou, de schakel. Nou, schakel je even mee? Ik schakel even terug. Ja, ja. Ik heb het wel weer gehad. Je bent de zwakste schakel. Tot ziens. Ja, nee, dat is iemand anders, hè, de zwakste schakel. Voor de mensen die me op Twitter volgen, jullie hebben gezien. Je bent de zwakste schakel. Ja, hij is tot de zwakste ziens. Schakel. Ik heb iemand eruit gepleurd. Oh ja, dat had ik al verteld, dat ik iemand eruit gepleurd had. Hij was ook een mooie sticker. Hij is niet zelf gegaan, we hebben hem eruit getrapt. Ja, trap hem er even. Hé, hey, kijk, dat vind ik nou wel weer heel goed, hè, verboden voor neuzen. Ja. Nou, heb ik een parkeerbon? Nou, nou, ik gooi hem gewoon weg. Ja, maar hoe... echt, ik snap het. Nou ja, er stond op gratis. Kijk, er staat gratis parkeren op, hè. Ja, in de garage kan je gratis parkeren. Maar ja,
Ik heb al een keer een bekeuring gehad, dat was in Oosthout. Toen had ik ook een bekeuring aan mijn reet. Nee, ik heb geen bekeuring. Gelukkig. Nou jongens, dit was hier voor de vlog. Ja, het was een beetje een hele rare vlog. Ja. Maar we hebben eventjes een rondootje gedaan. Ja. In ieder geval bedankt voor het kijken. Thanks for watching. Vinden jullie deze vlog leuk? Doe even een duimpje de lucht in. En abonneer even op mij en op Typisch Joost. En druk even op belletje. Dan worden jullie als eerste op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video of livestream is. Wordt het nog wel gekeken? Nee. Iedereen is naar binnen gegaan. Groetjes van deze kant. We gaan hier gauw weg. Want er is hier geen hol te beleven. Doei. Doei.